Het concept van het Japanse bosbad komt naar Brussel. Biologe Ilse Simoens van de Academie voor Helende Natuur leidt groepen rond in het Soniewoud. Het zijn geen gewone wandelingen, eerder onderdompelingen in de ruwe natuur, om zo lichamelijk en geestelijk te herbronnen. Dus voilà, allemaal uitgenodigd om hier eens rond te kijken en een boom te zien die jou in het oog valt. Het is veel meer dan gewoon een wandeling. Het is voornamelijk ook in stilte. Op die manier opent men alle zintuigen, het gehoor en ook het voelen van je eigen handen, het voelen van de aarde, het ruiken van de aarde, het ruiken van al die geuren in het bos. Het verschillende groen dat men ziet en daar echt oog voor hebben. En zowel het grootste van het bos als ook het kleine detailniveau. En ja, dat prikkelt heel veel zintuigen. Ook proeven wat eetbaar is. Iedereen is uitgenodigd om op elk moment op blote voeten te lopen en ze weer aan te doen als het te veel wordt. De wetenschap toont aan dat het echt de stress verlaagt, maar ook dat men er beter door slaapt, dat men creatiever wordt, dat men veel opener wordt en goed gezind wordt gewoon. En op dat vlak heeft het zoveel voordelen die samenkomen door gewoon op die manier rustig in het bos te gaan. Dat brengt mij echt tot rust. Dan voel ik echt de energie van de natuur. Dan voel ik hoe die boom eigenlijk al zoveel jaren daar heeft gestaan en niet bewogen, ook al beweegt alles rond hem. Voor mij is het enorm belangrijk om af en toe eens langer uit de stad te zijn en even naar het bos te gaan. En dat kan een halve dag zijn, dat kan uitlopen tot een dag. Soms is het gewoon naar het park gaan, zoals dat park, en zit ik daar 2 uur aan een boom. Dat is ook mogelijk. Want als je de natuur in zijn grote vorm kent, apprecieer je ook de natuur in zijn kleine vorm in een park. Zelf gewoon straatbomen kan ik mee verbinden. Ja, de Japanse bosbaden in het Soniewoud.